Ja, vrienden, ik zit het net te lezen. Ja, ja. En jullie ook natuurlijk. Jullie hebben het ook allemaal net gezien of gelezen. En ja, van die kiwi-vogeltjes van het klimaat. Dan word ik zo boos over. Over zoiets. Dan denk je mij, ja, kom op even zeg. Hey, klimaatje, activistje. Ik bedoel, hier. Knettergek. Ik bedoel, hoe durf je? Hoe durf je nou gewoon aan dat soort schilderijen te komen? Hoe haal je het in je harses? Dat is het gewoon. Dat is me voornamelijk, dat is het eerste waarom ik al kwaad word. Weet je wel. En ze blijven ook aan de gang. Ik bedoel, één keertje doe je het om een keer geweldige aandacht te vragen voor je probleem. Maar ja, oké dan, zwak. Nee, we blijven aan de gang. We gaan er maar mee door. Ja, en dan is het Van Gogh, dan is het Monet. En nou is het nu dan Johannes Vermeer. Meisje met de parel. En het is toch werkelijk, hoe durf je daaraan te komen? Dat is het gewoon. Stel dat je verveliaars dat jullie zijn. Dat is het. En dan heb je niks te doen. Dan moet je die gasten, die komen helemaal uit België. Moet je nagaan, die hebben de hele dag moeten reizen. Dan moeten ze naar Delft of Den Haag of weet ik veel waar het zit. En dan moeten ze dan ook nog met hun kop gelijmd tegen zo'n schilderij. Moeten die mensen niet werken? Nee, kennelijk niet. De allemaal werklozen hebben niks te doen, vervelen zich en daarom noem ik jullie verveliaars. En dan willen jullie maar dwingend dat onderwerp erdoor drukken. Houd daarmee op. Gadverdamme. Jullie ook. Alle mensen die het goed voor hebben met het klimaat. Hè? Iedereen die denkt bij zichzelf, nou ja, daar voel ik wel wat voor. Daar heb je nou helemaal geen trek meer in. Om maar überhaupt te zeggen. Oh ja, ik voel ook wel wat voor het klimaat. Want je zit in een hele club met een stelletje idioten. Ik bedoel, dat kan. Ja. En dus die hele discussie, die verpesten ze hiermee. Dat is het. Mensen die maar een beetje die kant op wilden gaan. Nou, die haken nu onmiddellijk af. Die zeggen, oh nee. Niks klimaat, want die zijn allemaal hoe? En die gooien met aarde. Tegen die gasten die dat doen. Ga lekker thuis. Ga gooien met tomatensoep en aardappelpuree. Weet ik veel waar je mee gooit. Doe dat lekker thuis. Ga lekker je vrouw onder de tomatensoep gooien. Ja, en trouwens, als je toch wil lijmen, lijm jezelf lekker vast. Lijm jezelf lekker vast, maar doe dat thuis. Ja, en goed. Goede lijm nemen. Goed en vast. Zo, hè. Dan hebben we voorlopig ook geen last meer van jullie. Gadverdamme. Ik hoop dat ze goed aangepakt worden.